John Bes, Robert Maaskant, vertrekt naar VVV. Hij wordt weer trainer. Ja, daar vind jij vast wel wat van. Daar vind ik vast wel wat van. Kijk, Robert zal zelf kunnen onderbouwen waarom hij dat doet. We hebben het daar wel over gehad. En ik merkte de laatste tijd wel bij hem dat zijn hart wel echt op het veld lag. En dat hij steeds meer die kant toe neigde. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal vrij snel gegaan. Want afgelopen week heeft hij pas een aanbieding gehad en het mij ook verteld. En is hij inderdaad vanaf vandaag weer hoofdtrainer. Had je dit verwacht van hem dus? In eerste instantie natuurlijk niet. Hè, want je maakt afspraken met elkaar over een technisch directeurschap. De quotes van hem die zijn natuurlijk al onbekend dat hij daar ook geen zin meer in had. Maar ik merkte wel tijdens de samenwerking dat hij vooral in zijn kracht komt. Op het moment dat hij in de kleedkamer komt en op het veld komt. En ik zag en zie ook gewoon aan hem dat zijn echte passie is. Ja. Dus uiteindelijk verbaasde me dat niet. Is het een verlies voor de club? Kijk, met al respect voor Robert. Fantastisch samengewerkt en zullen elkaar nog veelvuldig blijven zien. Maar ik ga er sowieso altijd vanuit dat het vertrek van iemand is een kans om weer beter te worden. En dat gaan we ook zeker bewerkstelligen. En ik vind ook gewoon dat deze club uiteindelijk ook met een technisch directeur of een technisch manager moet werken die 100% comfortabel is in zijn rol. En op het moment dat Robert eerlijk aangeeft dat niet meer is, wel bij de club. Want ik weet zeker dat hij enorm veel compassie heeft met de club en dat het daar ook niet aan gelegen heeft. Laat hem dat ook vooral zelf vertellen vanmiddag. Maar de rol, dat is op dit moment denk ik nog even te vroeg voor Robert. Ik sluit helemaal niet uit dat hij dat in de toekomst wel weer elders zal oppakken. Ja, maar je moet toch gigantisch teleurgesteld zijn. Jullie zouden samen toch naar de Eredivisie gaan. Jullie hadden dat hele ambitieuze project 2020 gestart samen. Nee, niet samen. Hè. Voor de goede orde, het is een 5-jaren plan. Hè. Dat zijn we 3 jaar geleden gestart. In dat 5-jaren plan heeft Robert alleen jaar 3 meegemaakt. Dus Robert is ingestapt en uiteindelijk ook weer uitgestapt. En natuurlijk was het de insteek om ook die finish van dat plan zeg maar, samen te halen. Maar goed, dat geldt voor heel veel meer mensen die zijn ingestapt en uiteindelijk op weg gaan naar het halen van die doelstelling. Tegelijkertijd is het ook naïef om te denken dat iedereen dan maar in die trein blijft zitten. We dealen hier gewoon mee. En we zorgen er gewoon voor dat we hier uiteindelijk beter uitkomen. Ja. Heb je nog er alles aan gedaan om hem binnenboord te houden? Nee, op geen enkele manier. Nee. Nee. Waarom niet? Omdat hij dit is. Hè. Dus Robert is een enorm open persoon. Dat heb je zelf ook regelmatig mogen meemaken. Dus die maakt van zijn hart geen moordkuil. En die gaf gewoon aan dat hij dit echt voelt. Even los van contractuele voorwaarden. Hè. Als het al zo zou zijn dat we hem aan een contract kunnen houden. Dan had dat in dit geval denk ik weinig zin. Ook gewoon omdat wij zelf natuurlijk gewoon het allerbeste willen. En daar hoort in ieder geval bij. Dat iemand 100% gefocust is en zin heeft in de rol die hij heeft. Niet dat Robert met pijn in zijn hoofd deze kant op kwam. Helemaal niet zelfs. Dat ging hartstikke goed. Alleen op dit moment vindt hij gewoon hoofdtrainerschap leuker dan technisch directeurschap. En ik vind ook dat beter bij hem past op dit moment. Ja. Hoe laat hij de club achter? De club achter, daar heb je het over de selectie, neem ik aan. Kijk, uitstekend. Ik denk dat wij in een unieke situatie verkeren. Dat nagenoeg de hele selectie intact blijft. Dat is denk ik echt een unicum, zeker in de keukenkampioendivisie. Dus als je kijkt naar de basis, dan verliezen we eigenlijk alleen SEC op dit moment. Dus het mag duidelijk zijn dat we op zoek zijn naar een andere linksback. Nou, daar verwachten we eigenlijk binnen de komende dagen daar nieuws over. En we zijn nog op zoek naar een spits. Als je dat optelt bij de selectie die natuurlijk afgelopen jaar al goed gepresteerd heeft. Ja, dan denk ik dat we er uitstekend voor staan. En dat er dus totale rust is op dat vlak. En ik snap dat het misschien spectaculairder is om continu de nieuwe spelers te presenteren. En dan de spelers weg te zien gaan. Maar uiteindelijk gedijen wij het beste bij die rust.
om gewoon met een vaste selectie door te ontwikkelen. En of ze op enkele posities te verbeteren. Gaan jullie op zoek naar een nieuwe technisch directeur? Ja, maar daar neem ik wel alle tijd voor. Kijk, wat ik al zei, er is op dit moment totaal geen reden voor paniek. Alles staat, alles loopt. Ik ben sowieso ook bij alle gesprekken geweest met spelers en trainers. Dus dat loopt eigenlijk gewoon nu naadloos over. Spreek voor zich dat wij uiteindelijk wel ook daar weer invulling willen hebben. Maar goed, dat zal ook dan wel weer voor de langere termijn zijn. Althans, daar gaan we dan vanuit. Dus dat betekent ook dat we daar de tijd voor nemen om de juiste en de beste kandidaat voor te vinden.